bij de tovenaar, de druïde Celtrix. Eindelijk waren ze in Armorica aangekomen. De reis had wel 5 dagen geduurd, want ze raakten in een storm, moesten landen en een dag wachten op beter weer. Fabula was 2 veren kwijtgeraakt door de sterke wind, maar ze had er nog genoeg over. Het dorp van de oude druïde was snel gevonden. Hij was een erg oude man met een hele lange baard, helemaal wit, die wapperde in de wind. En als er geen wind was, dan hing hij op de grond en sleepte er nog een flink stuk achter hem aan. Ook viel hij soms over zijn baard, omdat hij erop stapte. Dan moesten de kinderen uit het dorp hem overeind helpen. En ze legden dan een grote knoop in zijn baard. Niemand wist hoe oud hij was, maar zijn baard had hij al 638 jaar. Maar goed, nu zat hij op een bankje bij de vijver de eendjes te voeren. Dag, Celtrix, zei Fabula. Dit is Are Ikara, mijn vriendin. Ik weet alles van eieren, zei hij. De eendjes om hem heen begonnen meteen te kwaken. En in de vogeltaal zeiden ze, hij kan ook eieren betoveren. Ja, dat is nou precies waarom we gekomen zijn, zei Fabula. Funicio is naar beneden gestort en in brand gevlogen. En we hebben alleen nog maar zijn as. In een ver land hoorden we dat jij hem weer levend kunt toveren. De druïde haalde de knoop uit zijn baard en begon hem te kammen. Hij zuchtte diep. Ik ben het vergeten, zei hij. Wat ben je vergeten, vroeg Fabula. De toverspreuk, antwoordde Celtrix. En zonder dat kan het niet. De eendjes werden er heel stil van en gingen het water in om af het rond te drijven en met water te spetteren. Jullie moeten mij nu naar huis brengen, zei hij. Ik moet 2 dagen en nachten op mijn bed liggen om na te denken. Misschien dat ik de toverspreuk dan weer weet. Are Ikara hing zijn baard om zijn schouder en samen brachten ze Celtrix naar huis en legden hem op zijn bed. Met wel 12 kussens waarop sterretjes, manen en zonnen geborduurd waren. Hij had geen dekens, want hij sliep altijd gewoon onder zijn baard. Fabula zat op het bankje in de zon voor het huisje van Celtrix. Hij lag nu al een dag en een nacht na te denken en wilde niets eten. De toverspreuk was heel oud, wel 3000 jaar. Hij dacht aan zijn vader, toen aan zijn grootvader en daarna aan zijn overgrootvader. En plotseling hoorde hij de stem van zijn overgrootvader die de toverspreuk uitsprak. Niemand kent die spreuk, want het is het geheim van de druïde alleen. Toen riep hij, Eureka, ik heb de toverspreuk gevonden. En Fabula rende naar binnen. Zal ik het opschrijven, vroeg Fabula. Nee, zei Celtrix. In Armorica wordt niets opgeschreven. Wij onthouden alles. Wat belangrijk is, wordt onthouden. Wat niet belangrijk is, mag vergeten worden. Celtrix zag er moe uit van al het piekeren. Ik ga nu slapen, zei de druïde.